Wat gaan we doen vandaag? Waar gaan we vissen? Waar gaan we vissen? Ja, we gaan lekker aan het strand vissen bij de Banjards. Stormverkering. En dan eens kijken of we daar een visje kunnen vangen. En wat voor vis zwemt daar vandaag, weet je dat? Ik hoop haaien, maar ik denk het niet. Haaien? Ja, haaien. In de zomermaanden worden best wel wat haaien gevangen. Maar op het moment is het wintervis zoals schar en wijting. Oké, dat klinkt al een stuk veiliger. Ja, ja. Maar ik ben heel benieuwd, de koffie is op, dus laten we gaan. Hey Marco, ja. We vinden wel een beschut plekje. Het is een lelijke schut plekje. Het voelt er als min 20, storm in mijn nek. Er is echt helemaal niemand. Omdat het zo lekker beschut is. Yeah, I play the blues. And I play the blues for you. Every time, every night, every time that too. And I play it for you. All the loneliness that I've tried to sue. We play the blues for you. When you're down and out, feeling loving, just come on over for the place I love. All the loneliness, yeah, I've tried to see. Maar Marco, ik wil toch heel even over jou beginnen, want jij werkt al bijna 25 jaar bij de BD Store. Ja, ben een beetje blijven hangen, hè? Dat heb je niet veel eens. Maar we kunnen wel vaststellen dat jij bent de visspecialist van de winkel, toch? Nou, ik weet wel behoorlijk veel over het zeevissen vooral. En dan ook veel over zeebaars. Ik vis ook veel wedstrijden door het land met het team, het Mitchell team. Dus ja, die ervaring gebruik ik dan hier in de winkel. Ja, maar ik zag het net ook op het strand. En dat is nou niet om je baas. maar hij zei het zelf ook. Jij hebt ook een bepaalde werptechniek. Dus jij weet precies eigenlijk waar de vis zit. Hij zei, jij leest de zee. Ja, klopt. Een beetje door de ervaring kunnen wij een beetje zien aan de lichte plek of de donkere plek, hoe diep het is. En waar dan de vis kan liggen. Het komt niet altijd uit, maar 9 van de 10 keer wel. Maar jouw grote punt is wel, ondanks het feit dat jij, ik noem jou dan maar even een pro, ook al ben je daar zelf vrij bescheiden in. Ja, maar jij weet heel goed wat je doet, jij hebt ook hele goede spullen, jij hebt heel veel spullen. Ja. Maar jouw stelling is wel, en dat heb je ook dit jaar wel gemerkt met de verkoper, dat eigenlijk iedere, laat ik het gewoon zeggen, iedere boerenlul kan in feite makkelijk aan de slag met vissen. Ja, dat heb ik nu ook een beetje laten zien natuurlijk in het filmpje. Ja, Wilfred, recreant, visser zullen we maar noemen, Arianne, vrouwelijke visser. Iedereen vangt vis op het moment. Dat is eigenlijk al een heel het hele jaar dat iedereen vrij makkelijk vis kan vangen. Ja. Ja, je hebt eigenlijk maar een paar spulletjes nodig nu ook in de winter. Wij verkopen dan bij deze store een beginner strandset. Dat is eigenlijk een heel mooi setje. Dat kost maar €54,99. Er zit een molentje op, plus draad. Maar het enige wat je dan nog moet aanschaffen, dat is een paar onderlijntjes. Dan heb je mooie onderlijntjes, helemaal compleet. Ja. Onderlijn, paternoster. En ja, daar hang je
onderop een loodje. Kijk, ik heb hier een voorbeeldje. Een onderlijntje, drie haakjes. Dat heb je ook in het filmpje kunnen zien, ja. Daar hang je aas aan. En een loodje. Over de aas gesproken, ja, wat we veel verkopen in de winkel zijn dan de Franse tappen, die zijn al ingevroren. En wat zijn de Franse tappen? Ja, Franse tappen. Het zijn eigenlijk hele grote leeglopers. En een leegloper is een grote worm? Ja. Een soort van? Een soort van, klopt. Je hebt natuurlijk sagers en leeglopers, dat is het meest bekend hier zo in Zeeland. Ja. En dan heb je de Franse tappen. Het voordeel van de Franse tappen is dat je die ingevroren kan kopen. Je gaat ermee vissen en je gebruikt er kleine stukjes voor. Als het goed is, staat het ook in het filmpje. Wat je dan over hebt, ja, je doet je pakketje weer oprollen. Je stopt hem weer in de diepvries. En wanneer je weer tijd en zin hebt om te gaan vissen, pak je je tappen weer uit de diepvries. Ja, dat is eigenlijk sinds 2 jaar een beetje bekend geworden. Dat zijn de mesheften, scheermessen. Die worden ook voor de zeebaars gebruikt, maar je vangt er ook wijting op en scharren. Wilfred, hier hebben we de zagers. Ja. Er staat heel veel schuim op nu. Ja, dat is een beetje het eiwit. Nou, is dat? Die krijgen jullie aangeleverd of trekken jullie die zelf? Nee, die krijgen we aangeleverd. Tenminste, ik ga er meestal om 1 keer in de week. Het is een bedrijf in Wilhelminadorp. En die kweken ze. Oké. Ja, en dan ga ik... Ga ik voor 1 keer in de week, of als druk is, 2 of 3 keer in de week ga ik dan zagen. Maar deze hebben we nu vanochtend niet gebruikt, toch? Als as of wel? Nee, deze hebben we toevallig niet gebruikt, we hebben deze gebruikt. Deze die zijn echt gestoken op het strand. Er staan er wel heel veel. Ja, en die schijnen toch een wat betere reuk te hebben voor de vis. In de winter is dit, voor de schar en de wijting waar we net op gevist hebben, is dit heel goed aas. Ik heb ze al uit je hoofd. Ik ben een mooi weervisser. Ja, precies. Jullie hebben dus ook gewoon spullen voor, eigenlijk voor iedereen, ja, alle soorten vissers. Klopt. Ja, we hebben ook een gevoerd set. Dat is wat duurder. Het zit daar rond de €70. Dat is een iets betere strandhengel en een iets betere molen. Dan vind je bijvoorbeeld een hengel. Die is normaal €160. Die hebben we eigenlijk voor de feestmamp in de aanbieding voor €90. 4,20 meter. Daar hebben we ook trouwens mee gevist net in het filmpje. Ja. Heerlijke hengeltje. En er zaten toch wat scharretjes aan? Ja, er zaten wat scharretjes aan, ja. Dus, En een hengel, dat vroeg ik er net ook nog, maar die gaat over het algemeen al een jaartje of 20 mee. Ja, een hengel kan 20 jaar mee gaan natuurlijk. Een beetje verzorgen, even na een visbeurtje afspoelen met lauw water. Schoonmaken en dus voor de raad. Ja, je moet wel een beetje voor je spullen zorgen, ja. Altijd voor je spullen zorgen. Ja. Nog één dingetje dan. Ja. Ja, op zee mag je dus vrij vissen, je hebt daar geen vergunning nodig. Net als hier in het binnenwater heb je een vergunning nodig van Middelburg. Op zee is het vrij, dus dat is mooi. Iedereen kan dus gaan vissen. Hoe bijzonder is dat een vrouw van zowel vuurwerk als vis houdt? Want ik hoor dat je ook van vuurwerk houdt. Ja, dat klopt. Ja, dat hoor je niet vaak, maar ja, ze zijn er toch, hè? Ja, jij dus. Ja, ik zeg ja, ik vind voor vissen kan ook voor jongens, maar ik vind het zelf ook hartstikke leuk. Dus ja, ik ga zelf ook vaak mee vissen, ja. Maar ben jij vissen leuk gevonden toen je, want je werkt nu 2 jaar bij deze? Ja, sowieso ongeveer, ja. Nee, daarvoor deed ik zelf ook al heel veel zoetwatervissen, maar niet zeevissen, nee. Oké. Okay. Dat heb ik hier echt een beetje geleerd, ja. En het zoetwatervissen, waar vis je dan op? Op karper en soms op snoeken, dat een beetje. En dat doe je dat dan in Middelburg? Of? Ja, karper vissen wel, maar hier snoeken niet echt heel veel hier in de buurt, nee. Ja, karper vissen, dat is wel natuurlijk weer iets heel anders. Dan moet je veel meer afwachten, dan moet je veel langer wachten voordat je ze beet hebt, zeg maar. Dat is ook een hele andere manier van vissen, ja.